Hallo allemaal. Alsof het een giga schoolreisje was, trokken 20.000 kinderen uit het hele land met bussen, trams, auto's of de trein naar de Amsterdam Arena. Ze kwamen voor de bekerwedstrijd Ajax tegen AZ, waarbij voor één keer bijna alleen kinderen mochten zijn. Het moet voor de voetballers wel even wennen zijn geweest. Geen bomvol stadion, maar halfvol. En geen koor van mannen en vrouwen, maar 20.000 kinderstemmen. Al maken ze ongeveer net zoveel lawaai. Ajax en AZ moesten het met dit publiek doen vandaag. Het was een slimme oplossing voor de straf die Ajax had gekregen. Eind vorig jaar speelde de club de bekerwedstrijd tegen AZ. Toen stormde een Ajax-supporter het veld op en gaf een karatentrap aan AZ-doelman Esteban. De AZ-keeper trapte terug en kreeg een rode kaart. Uiteindelijk werd de wedstrijd gestaakt. De supporter kreeg straf en Ajax ook. De wedstrijd moest van de KNVB, de voetbalbond dus, opnieuw worden gespeeld. Zonder publiek. Maar Ajax leek het leuker als er wel kinderen mochten komen. En dat mocht dus. En daar waren deze kinderen super blij om. Je moet hem straks even natuurlijk doen als je hem helemaal hoort staan. Op weg naar Ajax. Leuk? Ja. Ajax AZ. Wie gaat er winnen? Ajax. Voorspelling. Wie gaat er winnen? Ajax. Hoeveel wordt het? 3-1. 3-1. Zie je! We moeten naar het zuiden. Van de wedstrijd mogen we nog geen beelden laten zien, want die wordt pas morgen bij Veronica uitgezonden. Maar CM mocht voor het jeugdjournaal wel mee het stadion in. CM, hoe was de sfeer daar? Een heksenketel, dat was het vanmiddag in Amsterdam. En niet de heksenketel die we dan gewend zijn, al kwam het soms in de buurt. Net zoals normaal was politie wel aanwezig, maar alles was... helemaal onder controle. Kon je zomaar vrij krijgen van school? Ja. Was dat geen probleem? We werden uitgeloot. Op school. En dat mag zomaar? Ja. En je vader, waar is die? Weet ik niet. Is die jaloers? Ja. Maar wat mindere dag was het vandaag voor de plaatselijke krokettenboer. Ja, ze lopen allemaal voorbij vandaag, joh. Ze lopen allemaal voorbij, ja. Ze hebben allemaal lunchpakketten mee vandaag. Tja, en die lunch die moet natuurlijk ook gewoon worden gerecycled. Meneer, hoeveel kinderen heeft u bij? 5. Dat is 1 te weinig. Nou, het waren er 5 of 6, dus dat zo was de samenstelling van de groep op school geweest. Dus. Een logistiek hoogstandje, dat was het vanmiddag. 20.000 kinderen waren er uitgenodigd, met begeleiding uiteraard. En ook zij moesten er gewoon aan geloven. Leeg die tas. Heb je het allemaal onder controle? Ik heb ze allemaal onder controle. Een gekke gewaarwording zo, hè? Het is heel raar. Het is echt, het lijkt wel of er 50.000 zijn in plaats van 20.000 of zo. Je vond het denk ik niet zo erg om als vrijwilliger mee te gaan, hè? Nee, helemaal niet. We hopen dat hij even in. Want anders zie ik het ook niet meer leuk dat ik er ben geweest dan. Rijdt u wat staat erop? Dit is net. Zie je dat? De andere kant. Dat is klein. Oké. Kaart is erop. Waar is mijn... Nee! Waar is je... Ja, ik heb hier een zusje. Oh, kijk.
Meester, waar heb je een schijn? Ja, dan val ik tenminste op. Blijven. Ik ben niet mensen. Ik ben niet mensen.
nog met een hand aan lijkt te zitten. Voor Siem de Jong om die bal achter de doelman van AZ te krijgen. 1-0 voor Ajax. En voor het doel staan zowel Dijon als Alderweireld te kijken. Toen Maarten Martens die bal inschiet. En hem daardoor ook vervolgens totaal verkeerd raakt. Iets meer geduld met het naar binnen komen. Want Paulsen heeft wel degelijk gekregen waar Beren staat. En de rechterspits maakt 1-2. Tot afgrijzen van de linksback overigens. Roy Berends. Het begint eigenlijk allemaal op de andere kant van het veld met deze actie van Ajax en de redding van Esteban. Die is dan bovendien nog boos omdat Reijnen niet voldoende ingreep. Ondertussen is dan de tegenstoot van AZ al in de maak en is het wie anders dan Rasmus Elm met een prachtige bal buitenkant rechts waarmee die Benschop achter de rug langs bij Alderweireld vrijzet voor Sillessen. Ajax staat nog voor rust. Op gelijke hoogte met AZ. Nou, mogelijk dat de herhaling definitief uitsluitsel geeft over de beslissing van scheids en grens. Ajax is wel eens benadeeld. Maar nu niet. Siem de Jong staat geen buitenspel. En krijgt daarom terecht de 2-2 achter de naam. Van en daar zal een goed gesprek met Theo Jansen en Sillessen niets aan veranderen. De 8e minuut na rust. AZ krijgt een penalty. Hier de inzet. Op de arm van Alderweireld.
En bij opzet is er sprake van strafbaar. Bij geen opzet niet. Het zal u duidelijk zijn dat Van Boekel kiest voor opzet en Elm. Die een onberispelijke staat van dienst heeft. Als het gaat om het verzilveren van penalties en vrije trappen. Staat achter de bal. 10e minuut, tweede helft. Rasmus Elm tegenover Selsen. Het is 3-2 voor AZ. Thank you.
ook alweer? AZ! Yay! AZ! 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 Zijn de beste jongen. De Zaan-reporter. Ja, het is dan bijna 2:30 en langzaam maar zeker keert de rust een beetje terug rondom de arena. Maar binnen gaat het echt los. Het was aardig wat lawaai, iets hogere stemmetjes dan normaal. Hè. Een grote kans voor Ajax, voor de Jong en het is raak 1-0 voor Ajax. Doelpunt te maken, Siem de Jong. Maar ik denk dat we na die 1-0 een beetje vergeten te voetballen. De fans met een harde voorzet voor het doel, grote kans, doelpunt. Martin zet AZ op 1-1. Ik denk dat veel kinderen gewoon ook een leuke dag hebben gehad. AZ bleef sterker en staat op een 2-1 voorsprong in de Amsterdam Arena. Ja, dan kom je nog op 2-2. En daar komt de gelijkmaker via Siem de Jong. En dan krijgen we een penalty tegen. Elm schiet en raakt. En zo scoort AZ en staat het nu 2-3 in de Amsterdam Arena. Ja, uiteindelijk hebben we zeker ook nog genoeg kansen gehad om meerdere doelpunten te maken. Daar is het eindsignaal. Ajax uitgeschakeld door de overwinning van AZ. Dat wint met 3-2. Het was een hele coole wedstrijd en
Hopelijk kan het de volgende keer nog een keer. Maar voordat de terugreis begint, nog even dat mes in de rug van die jaloerse man. Thuis, op de bank. Hoi, mam! Ja! Nou, het was een hele spannende wedstrijd, vooral tijdens de eerste helft. De ene goal na de andere viel. En ja, je zag het net ook al in de reportage, veel kinderen waren voor Ajax. En dat merkte je ook heel goed in het stadion. Want als Ajax scoorde, of alleen al bijna ging scoren, dan werd er weer enorm hard gegild. Nou, in de eerste helft werd het 2-2, maar uiteindelijk bleek AZ beter, want het werd 3-2. Maakte het eigenlijk voor de spelers uit of ze speelden voor een publiek met volwassenen of alleen met kinderen? Ja, dat hebben ze natuurlijk wel gemerkt. Ik heb het ze zelf gevraagd na de wedstrijd. Gefeliciteerd allereerst. Ja, dank u wel. Ja. Heeft het geholpen, 20.000 kinderen in het publiek? Ja, ik denk het wel. Gelukkig hebben we gewonnen en misschien heeft het wel geholpen. Die 20.000 kinderen maakten wel aardig wat lawaai. En, ja. Dat is toch leuk in een stadion. Is beter dan als er helemaal niemand zou zijn, wat eerst de bedoeling was. Ja, ik denk iedereen nu een beetje hees is, niet zoveel kan zeggen nu. Iedereen heeft zijn best gedaan om toch even wat om te laten horen wie je bent. Maar ja, je hoort heel weinig. Je hoorde wel bij Ajax dat ze allemaal gingen schreeuwen, dus. En niet bij ons. Ze bleven aardig schreeuwen, ook toen we achter stonden. En op een gegeven moment gingen ze ons ook aanmoedigen, volgens mij. En dat is alleen maar goed. Mooi dat er zoveel kinderen voor Ajax zijn. Was het nog lastiger voetballen voor jullie? Nou, niet echt. We hebben ons ding gedaan en we hebben de 3 punten mee. Ja, we zijn door, dus lekker. Hoorde je dan andere liedjes dan normaal? Ik hoorde dat ze meezongen bij Sexy aan de Noord voor de wedstrijd. Voor de rest weet ik niet, nee. En mij maakt het niet uit. Als ze kleine kinderen willen komen, mogen ze komen. En als ze ouderen willen komen, mogen ze ook komen. Als het maar veilig blijft. Ja, voor de spelers was het dus heel anders, zo'n wedstrijd. En we hebben ook aan kinderen gevraagd wat ze ervan vonden. En veel kinderen hadden het trouwens zelf gefilmd. Ik vond het ook heel erg leuk, maar wel erg druk. Alleen jammer dat we verloren hebben, maar het was ook een erg leuke wedstrijd. Ik had liever gezien dat Ajax had gewonnen, maar dit was ook leuk. Erg teleurgesteld? Ja. Jimmy, hoe was het? Leuk. Ze hebben gewonnen met 3-2. Hoe was het publiek? Erg enthousiast. Leuker dan volwassenen? Mm-hmm. Wat is er zo leuk aan een kinderpubliek? Ja, nou dat het geen volwassenen zijn. En dat er geen rellen komen. Het was heel erg juichen en zo. Het was heel leuk. Ik merkte geen verschil bij volwassenen. Het moet zeker nog een keer. Dat was vanmiddag. Hoe is het nu bij het stadion CM? Ja, het is hier nu heel rustig. Iedereen is naar huis toe. Het is allemaal goed gegaan. Dus fijn einde van een hele gezellige voetbalmiddag. Nou, oké, bedankt. AZ heeft deze wedstrijd dus gewonnen. En dat betekent dat de ploeg doorgaat naar de volgende wedstrijd in dit KNVB-toernooi. En dat is de kwartfinale die over 2 weken wordt gespeeld. There's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Voor meer video's naar eredivisielive.nl.